Goed. Dan zijn er zorgen over bijzondere kunstwerken in Leeuwarden. Ja, het stedelijk gymnasium in Leeuwarden moet gerenoveerd worden. Gebeurt natuurlijk vaker met oude gebouwen. Maar om dit gebouw gaat het om de binnenkant. Het hangt namelijk vol met bijzondere kunstwerken van eindexamenleerlingen. In de hallen en klaslokalen overal zijn schilderijen te zien. Sinds de jaren 90 schilderen de leerlingen namelijk als examenstunt kunstwerken op de muur. Ieder jaar krijgen ze 1 nacht de sleutel van de school in handen. En dan maken ze in die nacht iets dat ze zelf hebben bedacht. Het is een bijzondere traditie die volgens de rector bewaard moet blijven bij de verbouwing. Dit is een muurschildering die is gemaakt over een docent die plotseling overleed. Een hele geliefde, aardige man die veel zong. Het is een belangrijke boodschap, maar het is natuurlijk ook voor de kinderen een overgangsritueel. Hè? Je laat de school achter, je kijkt terug op wat de school gedaan heeft en betekent. Je blijft verbonden aan de school in wat je achter hebt gelaten. Elke 5 jaar is er een lustrumreunie. En dan spreken de leerlingen van die jaren ook af bij de muurschildering die ze hebben gemaakt. Deze komt helemaal uit het begin. Dit is op een plek waar de lift lijkt te komen. Dus die zal waarschijnlijk wel verdwijnen. En we gaan kijken of we een oplossing kunnen vinden. Bijvoorbeeld het scannen en ergens anders op een muur plaatsen. Dus daar zijn we nu over aan het nadenken. En ook aan het overleggen met degene die muurschildering gemaakt hebben destijds. We hebben hier een conservator aan tafel zitten. Wat zijn nou de tips voor deze school? Ze moeten het wel doen, want het is wel geweldig. Het geeft zo'n ontzettend mooi tijdsbeeld. En ik zat meteen te denken, stel je dat je van Rembrandt, die zat op de Latijnse school, nog iets had uit die tijd. Of misschien zit hier wel Rembrandts van de toekomst tussen. Daarom, doe het. Ja, het is best moeilijk natuurlijk, maar ze moeten maar iets bedenken. Dan is Oud-Dorp een licht...